Sowieso kijken wij de dodenherdenking. En mijn opa heeft zelf de oorlog meegemaakt. Dit is mijn zusje Esther, dit is mijn broertje Ruben en ik ben Judith. En we zijn hier in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. En wij gaan dadelijk de Escape Room voor de Vrijheid spelen. Ja. Dat muurtje. Gewoon op een zolder. Ja, en daar hebben ze een gat gemaakt in de muur. En dan kun je dat doorheen. En dan zit daar achter zit echt 3-4 vierkante meter. En daar vertelden ze dat daar dan 8 mensen hadden ondergedoken. Zou het niet stinken dan, hè? Als je met z'n 8 hier zit, iedereen lekker zweten. Dat is wel raar om te zien dat ze dan daar heel erg lang in hebben gewoond. En of het nou warm is of koud, je zit er altijd. Dus dat vond ik wel raar om te beseffen van ja, nu zit je in je huis. Maar toen zat je in hokje, zeg maar. De tocht die jullie gaan maken is een hele, hele moeilijke. Een hele lange, hele zware. Ja. 80% van de mensen komt niet terug of wordt voor tijd omhoog gepakt. Zorg dat je niet wordt opgepakt door de vijand. Oh. Hierachter op het schilderij staat ook iets. Ik heb black hair. Oh my god. Maar wat moeten we hiermee doen? Ik ben wel heel erg bezig met, oh daar zit iets, oh daar, oh, ik hoor iets. En op een gegeven moment had ze de duivenveertjes gezien. En dan vind je weer iets. Dus je wordt wel heel erg bewust van wat er allemaal om je heen is. Zeg maar. Van, oh daar ligt iets. En dat vind ik ook wel heel leuk. En dat was denk ik toen ook wel, je moet constant alert zijn op wat er om je heen gebeurt. Oh, de boeken. Moet ik echt in paniek? Want het luchtalarm ging. Ja. En normaal is dat het teken dat er bommen gaan vallen. Of dat er dingen gebeuren die je niet wil. En dus Ruben die was van... Oh nee, wat gebeurt er? Waar moet ik toe? Ik wist wel dat het bij de escape room hoorde. Maar ik was zo van... Moet ik me nou verstoppen? Of dus ik ging achter een deur staan. Nou, we hebben het net niet gehaald. Nee, je lang heen, hè? Ja, je leeft in ontzettende vrijheid. En ik denk dat er ook wel heel veel blijheid is op dat moment. Van wij hebben het wel en daar zal ik heel dankbaar voor zijn.